Een bouwproject in Nijmegen-Noord wordt mogelijk vertraagd omdat er een rups van de teunisbloempijlstaart is gevonden, een beschermde vlinder. Een onderzoek moet uitwijzen of en hoeveel beschermde dieren er zitten. Het kan zijn dat er maatregelen moeten worden genomen zodat de dieren overleven of zich kunnen verplaatsen. De projectontwikkelaar verwacht eind van de maand duidelijkheid. Het gaat om de Europees beschermde teunisbloempijlstaartrups. Er wordt nu nog onderzocht wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de aanwezigheid van deze rups en of de planning van de bouwrijp hierdoor uitgesteld moet worden. Dit wordt zorgvuldig gedaan. Het borgen van de biodiversiteit is namelijk van belang. Nou, dat die wijk daar nu zit en die rups die hier nu zit, dat is op zich geen probleem. Het probleem wat nu natuurlijk optreedt is dat die wijk die wil uitbreiden hier naartoe. Ja, het is dan wel goed om je te beseffen dat bijvoorbeeld die bomen die we hier achter ons zien, is een heel ander soort natuur dan hier dat open stuk zand waar ze willen gaan bouwen. En het is precies dat open stuk zand waar deze vlinder dan zit. Dus de uitbreiding is schadelijk. De bouw van de nieuwbouwwijk zal mogelijk uitgesteld worden om een goede oplossing te vinden voor de beschermde teunisbloempijlstaart. De kleine rups leeft namelijk vooral op zanderige oppervlaktes en zit daarom precies gevestigd op de bouwlocatie van de nieuwbouwwijk. Die vlinder die zit op plekken waar ook de teunisbloem groeit, of sommige plekken waar ook de teunisbloem groeit. Teunisbloem is een grote plant met die grote gele bloemen, die kennen mensen misschien wel. En de rupsen van die vlinder die zijn dus helemaal gespecialiseerd op de teunisbloem, die eten alleen maar teunisbloem. Die teunisbloemen groeien dus onder andere op het terrein hier achter ons. En het zijn überhaupt planten die graag op zandgrond groeien. Eind deze maand wordt duidelijk wat er precies gaat gebeuren met het bouwproject en of deze vertraagd gaat worden. Maar wat kunnen we precies verwachten? Ja, dat is een goede vraag. Ik zit natuurlijk niet helemaal in de wet zelf, want ik ben ecoloog. In ieder geval is er gewoon een wet die voorschrijft, ja, deze soort is beschermd. Dus je kunt daar niet zomaar overheen bouwen. Mogelijk kun je het wel verplaatsen. Ik weet bij andere soorten dat het wel eens gedaan is. Maar zo'n rups vinden is natuurlijk wel heel moeilijk.